Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien wat ik heb gekocht in Gent en op Fact 2016 een beurs voor geeks eigenlijk. Het eerste dat ik heb gekocht vindt plaats in die en daar heb ik de Real Techniques Miracle Complexion Sponge gekocht. Mijn spons is namelijk iets kapot gegaan. Ik merk dat dat wel heel erg fijn werkt. Dus ik wou gewoon meteen die van Real Techniques aanschaffen. Ook heb ik een lipstick gekocht. Een Balmain lipstick versus L'Oréal Paris. En hij is in deze mooie paarse tint. Dit is de L'Oréal Paris X Balmain collectie in de kleur Freedom. Ik had ook al de blauwe. Vervolgens heb ik op Fact dit stripboek gekocht. Het stripboek Dating for Geeks Single Players. Gemaakt door Kenny Rubinus. En ik volg deze dit merk al heel lang op Facebook. En toen ik uitvond dat ze op Fact stonden, wil ik heel graag van hen iets kopen. Een stripboek dus. Met allemaal heel erg fijne printjes. En het heel leuke is dat het speciaal voor mij iets heeft getekend op Fact in het stripboek. Ik heb hem nog niet gelezen, maar mijn zus wel. En zij vindt er echt heel grappige comics tussen zitten. Op Fact kreeg ik ook een poster die een klein beetje kapot is. Heel klein beetje maar ondertussen. Deze kreeg ik op de Nintendo stand, denk ik. Ja. Van het nieuwe spel Mario Kart Odyssey. En ik heb al dit spel deels gespeeld op Fact zelf. Een heel leuk spel. Waar ik op dat moment nog niet zo heel veel van begreep. Maar het leuke is dat je met dat goedje kunt gooien. Het is een spel voor de Nintendo Switch, by the way. Game console die ik echt ga kopen ondertussen. Ook ben ik naar de Primark geweest. Dus daar heb ik ook een aantal zaken gekocht. Als eerste deze hair wrap. Dit lijkt me heel erg handig voor als ik mijn gezicht cleanse of voor als ik een maskertje aanbreng. Echt super cute ook. Leuk. Nu hopen dat mijn dikke hoofd erin past. Als volgende kocht ik een lippenbalsem. Deze kon ik echt niet laten liggen. Het is Christmas dinner. Lippenbalsem. Ik ben heel benieuwd hoe hij ruikt en smaakt. Als volgende kocht ik een aantal kaarsen. Deze Winter Spice, waar het etiket is op omgekeerd gekleefd. Wel heel gelukkige kerstachtige hup. Kocht ik deze Penguin Frosted Pear Scented Candle. Kijk eens aan het papier. Echt bijna al van geurkaarsen opgekocht, toch van die kleintjes. Ook kocht ik de Sugared Candy. Heel zoete kaars. Echt een windgeur ook. Deze schattige pukkaars. En de geur Berry Christmas. Berry Christmas. Ik weet niet hoe ik die hier moet beschrijven. Echt heel fijn kerstig. Ook kocht ik sloffen. Deze komen uit een mannencollectie, maar vond ik toch nog wel heel erg vrouwelijk.
Dat is een maat 44-45, omdat ik merk dat de maat 42-43 nog niet volledig past op mij. Daarom moet ik ook bij de mannen gaan, omdat de vrouwen savatten, sloeven, geen idee hoe dat heet, mooi, pantoffels, gingen maar tot 41. Ik kocht nog deze LED Firefly Lights voor 3,50 euro. Met een lengte van 4,35 meter. En ik denk dat dat wel ideaal gaat zijn voor mijn achtergronden van productfoto's. Omdat mijn facial cleansing wipes bijna op zijn, heb ik er nog een aantal gekocht. Deze Argan Facial Wipes voor droge huid. Deze Gentle Facial Wipes voor sensitive huid. Fake Blood voor eventueel Halloween tutorials nog. Deze was 1,50 euro voor 15 ml. Ook kocht ik een pyjama. Ik heb deze ongeveer al, maar korter. Het leek me ideaal om deze in de winter nog eens in een langere versie te gaan kopen. Ik vind die trouwens echt heel fijn qua stof. Zo, het is echt een slaapkleed meer. Echt volledig grijs. Er zit niet echt een vorm in, maar je is wel super chill om mee te slapen. Dat weet ik van de andere versie. Ook kocht ik een kersttrui. Deze kersttrui komt uit de mannencollectie. Ze hadden wel heel erg leuke kersttruien in de vrouwencollectie, maar ze waren net iets te klein voor mij. Zo, met een sneeuwmannetje erop. Ik ben namelijk dol op kersttruien. Ik wou zeker één hebben dit jaar. Mijn vorige kersttruien heeft mijn moeder allemaal heel erg klein gemaakt. En dat was tappie. Nu, mijn volgende dingen zitten. Ik heb deze pak gekregen. Opvakte van Game Mania. Mijn mantel had ik al, of course. Opvakt kocht ik ook dit heel erg leuke facial wipes. Van Charmander. Dit is een Fairy Moss Cheat in de Grapefruit. En ik wil die heel graag proberen in een mask time. Ik weet dat ik dat bij alle leuke maskertjes zeg, maar deze wil ik toch echt wel proberen. Deze was 2,99 euro, wat niet zo super goedkoop is voor face mask. Maar het is met Charmander. Ik kon ook in kopen met een verjaardag trouwens. Ook kreeg ik dit leuke hoedje. Ik weet eigenlijk niet dat die aan moet, zo zeker. Ook om reclame te maken voor de Super Mario Odyssey game van Nintendo Switch. En een aantal flyers van Game Mania. Had ik nu nog iets gekocht? Geen idee. Kan bijna niet. Ik dacht dat ik nog facial cleansing wipes had gekocht. Ik vind ze niet, dus ik zal ze wel niet hebben gekocht. Dit was dan deze shoplog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je meer video's wil zien op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!